Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en ik ben vandaag weer eens met Richie. Hey. Het is alweer niet lang geleden, want en raad eens wat voor video het is. Huh? En raad eens wat voor video. Weer een eetvideo. Alles met eten. Ja, kom ik. Kom jij, betrek ik jou erin. Ja. Maar dit is niet zomaar een eetvideo, zoals je al aan de titel hebt kunnen lezen. Gaat mijn beste vriendin, wie zou dat zijn, eten voor ons bestellen. En dat doe ik ook voor haar. Dus kijk haar kanaal voor als je wilt weten wat wij voor haar hebben. Ja, want Chenu en ik houden allebei ontzettend veel van eten. Zij is naar mijn mening een mukbang queen, echt. Ik krijg altijd honger als ik naar haar mukbangs kijk. Het is gewoon niet goed. Dus we dachten, laten we een mukbang doen, maar dan met een twist. Dus... Ja. Wij hebben eten voor haar en Leon besteld. En zij hebben eten voor ons besteld. Maar we hebben echt geen idee wat het kan zijn. Dus spannend! Hoop je op iets of niet? Eigenlijk hoop ik op wat wij voor hun hebben besteld. Mm-hmm. Nou, Chenu heeft natuurlijk het vastgelegd. Dus hier hebben we de clip. Hoi jongens, ik ben Chenu en vandaag ga ik eten bestellen voor Sabrina en Richie. Zelf zit ik op dit moment in Den Haag en ik ga voor hun bestellen in Amsterdam. Dus ik heb eventjes hun adres op mijn thuisbezorgd ingevoerd. Ik zat er even over na te denken van hoe ga ik dit doen en wat ga ik bestellen. Ga ik iets heel interessants bestellen of ga ik gewoon iets bestellen waar ik zelf super veel trek in heb. En ik heb besloten dat ik dat laatste ga doen, want ik heb echt cravings en ik ben ook echt super benieuwd wat wij vanavond te eten krijgen. Dus ik ga iets voor hun bestellen waar ik vanavond zelf heel erg trek in heb. Het is sowieso heel eventjes oriënteren, want ja, ik woon zelf in Den Haag en dus al deze restaurants zijn anders. Maar ik heb zelf op dit moment heel erg veel zin in burgers, dus ik ga eventjes naar burgers toe. Ik zit te kijken wat voor restaurants dit zijn. Ten eerste heb je Burger & Shake. Dat ziet er op zich wel interessant uit. Ik heb trouwens niet echt heel veel richting vastgekregen, was ook niet de bedoeling, maar het enige wat ik gekregen heb als instructie is het liefst geen paprika. Even kijken. Er staat hier ook The Family. Dat lijkt me niet zo. Ik heb niet zo'n trek in. Grand Café Cheers. Ziet er ook niet echt heel lekker uit. Vegan Junk Food Bar vind ik een beetje risky. Want dan moet je maar net heel erg van vegan houden. Oké, even kijken. Burger Bar. Dat heb ik wel eens gezien. Daar heb je de Angus Burger. Ik wil dus eigenlijk heel graag lekkere bijgerechten erbij. Deze heeft niet echt interessante bijgerechten. Burgers en ribs. Even kijken. Sides. Oh ja. Die hebben wel een hele hoop bijgerechten. Oké. Ik denk dat ik hier mijn bestelling ga doen. Want ik wilde het graag een beetje upspicen met wat lekkere bijgerechten. Dus oké. Eerst maar eens even kijken naar de burgers die ze hebben. Bacon burger. Ik hou heel erg van bacon burger. Gebakken bacon cheddar. Uien, sla, tomaat, augurk en barbecue saus. Oké, ik denk dat ik sowieso één keer de bacon burger ga doen. En wat doe ik daar dan bij? Kijken, hot wings, chili cheese nuggets. Dat lijkt mij dus wel interessant. Die doen we erbij. Oké, wat voor burger hebben ze nog meer? Crispy chicken burger. Dat vind ik ook heel erg lekker. Oké, dus de tweede wordt een crispy chicken burger. Sounds good. Even kijken, wat doen we hierbij? Chicken nuggets, onion rings. Onion rings is ook wel lekker. Ik denk dat ik hier onion rings bij doe. Ja. En ik denk dat ik er nog even frietjes bij bestel. Want op dit moment heb ik zelf super veel trek in frietjes. Dus dat gaan we er ook even bij bestellen. Bij de sides. Oké. Eigenlijk heb ik dan nog een beetje budget over. Dus dan zal ik er nog maar even iets bij doen. Toch bezig. Stokbrood met kruidenboter. Waarom niet? Oké. Dus dan heb ik nu een volledige bestelling. En die bestaat uit een bacon burger met chili cheese nuggets. Crispy chicken burger met onion rings, frietjes en stokbrood met kruidenboter. Dus dat is echt een hele hoop eten. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus eet smakelijk! Het eten is gearriveerd. Ja. En ze hebben voor ons besteld bij Burgers en Ribs. Zelf heb ik er nog nooit besteld. Ik ook. Het ruikt zo ontzettend lekker. Dit is de inhoud. Wat nice dat het zeg maar zo... Dat het zo wordt gevoerd. Oké, we hebben... Een bacon burger met chili cheese nuggets, geen drankje. En crispy chicken burger, onion rings, geen drankje, friet, stokbrood met kruidenboter. Nice! Lekker! Heel veel. Oké, zullen we alles gewoon even uitstallen? Nee. Laat maar uit, dit is denk ik het stokbroodje. Ja, hoe wil je dat uitstallen?
Jij denkt dus dat die bacon voor jou is. Ja, denk ik wel. Chanel, klopt dat? Hebben jullie dat zo op die manier gedaan? Dat denk ik wel. Jij bent meer de kip, toch? Als het kip is. Oeh, die ziet er ook al lekker uit. Het is nu al voor herhaling vatbaar. Dit zijn de nuggets. En dit zijn de frietjes. Nou, we gaan het gewoon even allemaal uitstallen. We hebben hier Sifo saus. Is het saus of is het geen saus? Het is een doekje. Ja, doekje voor je handen. Eet smakelijk. Ik ga een hap nemen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet of ik onder zit. Van de saus. Mooi, ja. No. Maar wel. Oeh. Jou ook? Er zijn één hap, niet twee. Nee, ik had alleen maar brood. Ja. Heel lekker. Ja, zeker, ik ga voor de nuggets. Chili cheese was er toch al zoiets. Wat was de naam? Chili cheese nuggets. Oeh. Zijn lekker. Ja, zijn echt lekker. Het zijn hele kleine balletjes. Gewoon, ja, nuggets. Is het prettig? Nee, is het pikant. Hij komt wat later. Ook komt wel. Oh ja. Ik proef hem inderdaad. Ja, lekker. Dus zij hadden hier zin in vandaag. Dat denk ik. Patatje. Ook wel lekker patat. Hè? Ja, alleen ik vind deze te scherp voor mij. Dus ik moet ze eten? Misschien dat ik er nog één wil en dan mag jij de rest. Oké. Okay. Nou, dan hebben we een ring. Eierring. Oh, ik hou sowieso van eierringen. Ja. Oeh. Ja. Ik weet niet of jullie het horen, maar... Heel krokant. Heel krokant. Nu hier hadden ASMR voor moeten hebben. Ja. Stokbroodje met krijtenboter ligt aan. Wil jij nog saus bij je patat of niet? Nee, maar dat is gewoon wel lekker zonder. Maar wil jij een hoop van mijn burger? Ja, zullen we even elkaars burgertje? Ik wil daar een stokbrood klaarmaken, maar geef. Af en toe met ideeën komen, hè? Ja. Afwisseling. Maar jij bent wel echt van de barbecue saus, dus dit is wel echt jouw burger. Oeh, ook wel lekker, ja. Ja, ook dat saus, ik weet niet wat voor een beetje lemon achter. Ik weet niet, maar... ik vind hem echt heel chill. Ik heb maar even kruidenboter. Moet jij ook een stukje? Mm-hmm. Had je dit verwacht dat we dit zouden bestellen? Ik ook niet. Wat ik al in het begin zo zei, ik had gehoopt dat... Hetzelfde was, maar dit valt niet tegen, ik dacht wel. Nee, maar... Hartstikke lekker. Ik heb dit ook niet echt gezien bij onze thuisbezorg. Oh, ik wel hoor. Maar... Ja? Ja. Heb je hier echt niet op gezien? Nee. Nee. Ja, vaak bestellen we gewoon bij de plekken waar we altijd bestellen. Mm-hmm. We hebben wel een keer burgers besteld, maar waar was dat ook wel? Burgemeester volgens mij. Mm-hmm. Kijk... In Amsterdam heb je best wel veel opties. En zij wonen in Den Haag. En daar heb je ook... Ze hadden ook redelijk wat opties, hoor. Ik weet niet, jij hebt het meest bekeken. Nou, het was best wel veel. Oké. Okay. En? Kruipel is ook lekker. Vers ook wel lekker. Oh ja. Maar de prijzen vallen ook mee. Van in totaal... Mijn bezorg kost €31. Je hebt echt veel. Ik dacht zo van heel vaak in Amsterdam als je burgers bestelt, betaal je al ruim een tientje voor één burger, weet je. En dit is aardig wat. Even de sla tussen doen. Waar gaan we het eens over hebben? Ja, dat is moeilijk, hè, in deze tijd. De meeste mensen doen het over corona, covid, quarantaine. Maar daar heb ik geen zin in. Nee, maar ik denk dat oprecht mensen daar gewoon echt moe van worden. Ik probeer dat ook een beetje te vermijden. Niet als onderwerp. Maar ja, we zijn een beetje in afwachting ook voor aankomende zomer. Want we hebben natuurlijk al vakantie gepland. Al echt al in januari, februari hadden we vakantie geboekt. Ja, sorry. Lekker vroeg boekkorting. Ik denk, yes.
Maar ja, alles het is betaald. Nu. Mm-hmm. Het is nu natuurlijk afwachten of we wel kunnen gaan. Mm-hmm. Willen we naar Kreta. Maar hey. We kunnen er anders ook niks aan doen. Want vorig jaar waren we in Bali. Ja, dat is ook al een tijdje geleden. Mijn eerste intercontinental flight. Mm-hmm. 17 uur lang in een vliegtuig als iemand zijnde van 1,91 meter. Eerst niet fijn, maar hey, we hadden wel heel veel beenruimte. Ja, maar dus het is dat... nog steeds heel knap. Jij kon er nog slapen. Maar de terugweg was wel bijzonder. En toen vlogen we business class. Want... Met mazzel. Hm? Met mazzel. Met mazzel, ja, want... We wilden al een business class, maar ja, normaal gesproken is business class van een paar duizend euro mm-hmm. voor de normale stoelen. Als je geen bepaalde kortingen hebt of zo. En we hielden het in de gaten en we gingen inchecken volgens mij, online ja. inchecken op de terugweg. En toen zagen we mm-hmm. dat de upgrades beschikbaar waren. Dus ik dacht, we gaan hiervoor. Het was nog steeds heel prijzig. Mm-hmm. 400 pp was het toch? Maar ja, als je het vergelijkt met 4000 euro, mm-hmm. denk je, En we wilden het ooit een keer allemaal doen. Daarom. Dus nou, weet je, we gaan ervoor. Want we hadden al heel goedkoop de vakantie geboekt. Mm-hmm. En niet te veel geld uit te geven. Nee, Indonesië is ook goedkoop. Dus dacht, dit kunnen we wel. En het was wel fijn, want het was ook een nachtvlug. En ik kon lekker slapen. Maar ja, jij kon wel meer. Je hebt meer ruimte, dat was het meer. Ja, maar ik kon nog, ja, jij kon gestrekt liggen. Dat kon ik nog steeds niet. Ja, lengte. Ja, maar ja, dat is altijd met een vlucht. Hè. Mm-hmm. Hey, je kan ook niet alles hebben. Ik ga dit met de kruidenboot eten. Mm. Oké. Okay. Nou, proeven. Maar wat vond je het allerleukst toen wij op vakantie waren naar Bali? Neem nu een hap. Wat heeft je verrast? Misschien is dat beter. Nou ja, wat mij verrast was gewoon toeristische Nusa Penida. Maar mm-hmm. terwijl ik het ook wel heel mooi vond, vooral de... Hoe was het nou? De Angels? De eerste waar we naartoe gingen. Ja, dat de soort, eerste twee. Dat was zo... Ja, helder. Je zag gewoon... Mm-hmm. Ja, je zag gewoon... Het was zo blauw. Ja, bodem en... Ja. Het was gewoon, ja, heel apart om te zien. Ja, ik vond het ook heel erg mooi. Ik vond onze, dat was onze dagtrip naar Nusa Penida. En dan gingen we met een organisatie verschillende plekken af. En ik vond het heel vet, want ik wilde heel graag naar de Dinosaur Head. Bij me populair op Insta en zo. Maar ik ben wel blij dat we een dagtour hadden gedaan. En niet speciaal alleen daarvoor naartoe zijn gegaan. Nee. Want het waren echt hele mooie plekken. Maar het is zo ontzettend toeristisch. Mm-hmm. Een paar jaar geleden was dat compleet. Niet het geval. Maar dat verpesten het ook wel echt hoor. Maar dan heb je weer de Sabrina die Indonesisch kan praten met de tourguide. Dus die liet nog even extra plekjes zien waar het heel mooi was. Maar ook geen mens kwam. Ja, want hij zei van, oh wil je een foto? Dus wij hadden een groep van zes man of zo. Ja, zes man. En hij ging dan wel op veilige plekken. Mm-hmm. Maar op plekken waar eigenlijk niemand stond. Niet bij alles, maar... Zodat je min mogelijk mensen op de achtergrond kreeg. Dus hij wist het wel. Hij was geen fotograaf of wat, maar hij wist gewoon wel waar je moest staan. Dus dat was wel heel erg chill. Maar... Het was sowieso chill dat Sabrina Ida kon praten met ze. Ja, niet dat ik het heel goed kan, maar ik kan wel communiceren met ze. Mm-hmm. Ik weet nog dat we daar in de auto zaten en er was een lekke band. Oh ja, maar je kwam niet op een band. Ik kwam niet op het woord lekke band. Oh, lek kan ik niet, volgens mij. Maar ja, doet het niet hoor. Maar ik vind het wel echt leuk om Indonesisch te spreken. Ik vond het wel lastig en echt een uitdaging. Want normaal gesproken mm-hmm. ging ik met mijn moeder naar Indonesië. En had ik haar nog op terug te vallen. Van, dan kon zij me helpen met de taal. Maar nu moest ik het helemaal zelf doen. Oh, fuck. Maar het ging allemaal wel goed, gelukkig maar. Oeh, ze hebben heel veel burgers. Oh. Oeh, poetpak. Nou, die gaan we vaker bestellen. Neem één chiliballetje. Dan neem ik nog één... Oh, die moet wel op de patat. Neem ik de verlepte eiering en dan mag jij de overige. Ik vind deze wel echt pittig. Zo, ze zijn nu nog krokanter.
Gooi maar niet op. Ik vind het lekker. Mijn prullenbakje. Ik vind het lekker, maar het is zo scherp. Ja, het is lekker joh. Geen poriën van openstaan. Ja, maar dan gaat alles lopen. Nee, mensen die zijn, tot mijn verbazing, heel erg nieuwsgierig naar onze relatie, weet je. Want ik ben best wel bewust, of nou ja, het is niet zo dat wij onze relatie bam in de picture gooien. Wat sommige mensen wel doen op het internet. Maar Rich is een persoon die best wel op de achtergrond leeft. Ja. Altijd dan. Dus het is niet zo van, oh, ik wil Richie gebruiken voor content. Het is meer van, Richie maakt mijn content. Als ik foto's wil, dan ja, is hij de foto. Ik ben meestal degene achter de foto's en niet op de foto's. Ja, af en toe post ik wel. Maar ik heb ook wel eens vaker reacties gehad dat mensen dan vroegen, heb je nog wel iets met Richie, want je post niks samen. Of Richie post niks, of whatever. Ik denk, ja. Ja, ik ben een beetje nog steeds anti... Anti-social media. Je post zelf niks. Ja, ik post zelf niks. Je kijkt meer. Ik ben meer een scroller. Je bent dan eerder een gebruiker dan echt een... Echt een user, als een actieve... Participant in plaats van een gebruiker. Goed, ja. Maar dat is dus de reden waarom Rits ook niet altijd in de picture is, weet je. Ik vind het gewoon leuk, zoals dit. Dat is gezellig. En omdat dit ook een soort van koppel mukbang is van wij samen. Chino en Leon samen. Gratis eten voor mij. Gratis eten voor hem. Dat is niet erg hoor. Ja, dit hebben Chanou en Leon betaald. Wij hebben het. Ik heb het eten voor Chanou betaald. Maar dat maakt me ook niet zo uit. Maar nee, wij zijn nog samen na 2 jaar. Bijna 2 jaar en 3 maanden. Mm-hmm. Maar wat ik ook nog wilde zeggen van ja, wij houden onze relatie gewoon best wel privé. Niet van oh, kijk ons nou. En ik denk dat dat ook wel heel erg sterk maakt. Van soms lijkt het bijvoorbeeld op internet heel erg mooi. Ik zeg niet dat alle relaties bijvoorbeeld fake zijn, maar als bijvoorbeeld mensen heel liefdevol koppelkoos foto's maken terwijl hun relatie kloten is, dat komt voor. Maar zo wil ik niet zijn, weet je. Als ik iets met Richie wil delen, dan betekent ook dat ik erachter sta en dat wij gelukkig in de relatie zijn. Hoop ik tenminste. Ik heb ook geen meer behoefte aan dat mensen zien hoe wij samen zijn en zo. Ja, wat ik net al zeg, ik ben altijd wel echt op de achtergrond op mijn eigen ding. Mm-hmm. Ik ben ook een beetje gezegd een soort lone wolf, dus op mezelf en ja. Ja, maar zo zijn we allebei ook wel. Kijk, en niet iedereen... Nou ja, allebei zijn... Je filmt en zo YouTube... Ja, maar ik ben ook wel op mezelf. Ja, maar jij bent meer in de picture. Je bent meer wel in mijn holletje van... Ik vind het fijn om met mensen te filmen waar ik me prettig bij voel. Ik zou niet met... Voel je je prettig bij mij? Ja. Nee, maar daarom... filmen we of plaatsen we foto's wanneer we erachter staan. En we faken niet van, oh kijk ons nou. Een gelukkige relatie van, we delen wanneer we willen delen. En niet, oh ja, dat wilde ik zeggen. Niet iedereen is als het ware gemaakt om voor de camera te staan. Want mensen denken van, dat vanzelfsprekend is om je comfortabel voor de camera te voelen. Bij mij heeft het ook heel lang geduurd, nu doe ik al. Ja, laten we zeggen dat ik mijn eerste video in 2010 heb gemaakt. 10 jaar verder. Wow. Besef moment. 10 jaar verder voel ik me een stuk comfortabeler. Maar ja, als ik bijvoorbeeld bij wijze van spreken word geïnterviewd door een televisiezender. Zou ik me heel anders voor de camera gedragen dan met jou of met vriendinnen of alleen. Mm-hmm. Maar ja, dat heb ik dus. Ja, ik voel me nooit... Ik vind het altijd een beetje awkward op camera. Ja, ik weet niet waarom... Ja, een lens staat op me gericht. Nee, je praat tegen een publiek. Ja, maar nog steeds. Dan praat ik liever voor tegen een publiek. En... Oh, echt? Ik zei van, als je in video's wil komen, prima. Als je het niet wil, dan niet. Dus ik vind het nu alleen maar leuk dat ik toch wel mijn passie met je kan delen. Dit heeft gesmaakt. Zeker, hele vettige handen. Maar... Hé, hey, daar hebben we die doekjes voor. Ja, oh ja, dat is waar. Helemaal vergeten. Oh, dit is een menukaart! Oh my god. Het zijn ook spare ribs. Dat vind jij lekker? Ja, maar het zou raar zijn. Ze heten burgers en ribs als ze geen spare ribs hebben. Ja, maar het zou raar zijn, toch? Ik ga het even zeggen. Hot dogs. Oeh, lekker. Ruikt lekker. Ja. Friet. Nou, dit gaan we bewaren. Oeh, dat is inderdaad lekker. Ik vind het heel netjes dat ze dit
erbij hebben gedaan. Ja, ik denk dat het gewoon standaard vanwege ook de spare ribs natuurlijk. Want de meeste mensen eten spare ribs gewoon met hun handen. Mm-hmm. Maar ik vind het gewoon heel fijn. Mm-hmm. Dat je na het eten zo'n doekje hebt. Nou kijk, het is raar als je bij een sushi restaurant het doet. Ja, sushi eet je met sushi's, niet met je handen. Ja, maar ik vind dat gewoon sowieso... Ik eet wel mijn sushi zonder mijn handen hoor. Ja, dan kijk ik je ook aan. Oh, dan hè. Nou, ten eerste willen wij Chanou en Leon bedanken dat zij dit lekkere restaurant voor ons hebben gekozen. Ja. Hey. The food was good. How was the food bij jou? Oh, het was zo lekker. We hebben echt genoten ervan. Heel veel. Heel super veel over. Ja, want er stond bij van dat het voor 2 dagen, of eigenlijk meer voor 2 personen was. Dus ik dacht, nou, dan ben je misschien 2 dagen eten. Ja, nou zeker weten. Ja, we kunnen denk 3 met bugs maken. Chill. Hebben jullie? Het was fucking lekker. Echt? Ja. Maar hadden jullie bewust gekozen voor wie de burgers waren? Nee, ik had gewoon een kipburger en een baconburger gedaan. Ik was iets van jullie vechten maar uit wie wat. Maar echt bacon, dat andere was echt iets voor hem en die kip was echt iets voor mij. Het was gewoon perfect. En die dingetjes die erbij zaten? Ook lekker. Alleen was iets met die chili dingen. Chili cheese nuggets. Die vond ik zeg maar heel pittig. Die vond ik te pittig. Oh, ja. Maar die vond hij echt... Die vond ik wel lekker, ja. Lekker. Nou, Nederlander die vindt het pittig. Maar was het bij jullie allemaal te eten? Het was geweldig. Ja, het was echt heel lekker. Maar echt heel veel. Dus ja. Het was echt tof. Op brood. Hij kwam echt binnen met 2 tassen. 2 tassen. Wij dachten, we moeten dit gewoon doen. Ja, het was een rijsttafel of zo. Ja, het was een rijsttafel. Oh, het was echt geweldig. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!